Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws- en historie-update voor vandaag, 28 november 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag een helemaal nieuw deel over de historie van onze hobby. En daarnaast is er mossen en een SSTV-beeld in PD90. Ik heb een nieuw YouTube-kanaal opgezet afgelopen weekend. De Daily Minutes publiceer ik sinds kort weer op mijn PA0ETE-account bij YouTube. Ik heb daar ook geregeld korte video's van bijvoorbeeld amateurapparatuur geplaatst. Die filmpjes die verdwijnen echter heel snel op de achtergrond tussen de Daily Minutes uitzendingen die er dagelijks bij komen. Het nieuwe kanaal is echter nog een beetje moeilijk te vinden. Voor een betere URL moet ik minimaal 30 abonnees hebben. Mocht je dat willen, dan zou ik het erg leuk vinden als je je via YouTube op het kanaal wilt abonneren, zodat ik dat doel snel bereik. Je kunt de huidige URL naar het nieuwe kanaal waar al wat filmpjes op staan vinden op www.pa0ete.nl. Vanwege de vele reacties op de serie over de historie concentreer ik me de komende dagen, misschien wel de hele week, vooral op het schrijven van nieuwe afleveringen, waarbij ik het brengen van amateurnieuws om te voorkomen dat het allemaal wat te veel wordt, eventjes op een laag pitje houd. Ik begin het vervolg van de serie, aflevering 20 is dat dus, over de historie van de amateurhobby met een beschrijving van het legendarische bedrijf Heathkit, dat in de vorm van toen niet meer bestaat. Wel is er op kleine schaal een doorstart van het bedrijf dat af en toe van zich laat horen. Ik heb overigens al eerder een serie over Heathkit gedaan. Ik vermoed dat dat nog bij de wekelijkse uitzendingen was. Die uitzendingen hadden zo'n andere stijl dan de Daily Minutes heeft dat ik denk dat die serie grotendeels niet bruikbaar is. Dit is dus een helemaal nieuwe serie waarvan het eerste deel gaat over het begin van het bedrijf Heathkit. Heathkit werd opgericht, of meer precies, het ontstond in het jaar 1912 als de bouwer van kleine vliegtuigen toen, Edward B.F. Heath, het bedrijf Bates Aeroplanes overnam en onder de naam E.B. Heath Aerial Vehicle Company voortzette. Heath, die leefde van 1888 tot 1931, was een opmerkelijke figuur die nu nog voornamelijk bekend is als vliegtuigingenieur. Heath werd geboren in Brooklyn, New York. Gebaseerd op een eendekker van Blériot uit Frankrijk bouwde hij in 1909 zijn eerste vliegtuig. Het was de eerste van een serie die hij zou bouwen. De eerste vlucht van het eerste vliegtuig vond overigens plaats in de plaats Amsterdam. Ja, niet die van ons, maar een plaats van dezelfde naam in Montgomery, New York. Met in de huidige tijd ruim 18.000 inwoners. Deze eerste vlucht was op 10 oktober 1909. Vandaag als SSTV-plaatje een foto uit 1909 van hoe een winkelstraat, Market Street in Amsterdam, New York, er in het jaar van de eerste vlucht van Heath uitzag. De eerste vlucht verliep niet zonder kleerscheuren, het landingsgestel brak bij de landing af. In 1911 ging Heath werken bij Glenn Curtis, een vliegtuigfabrikant die ook motorfietsen bouwde. Heath werkte daar als monteur op de motorfietsafdeling en bouwde daarnaast samen met een andere geïnteresseerde in de vliegtuigfabriek van Curtis zijn tweede vliegtuig. Het eerdere vliegtuig vloog ongeveer een meter hoog, maar met dit vliegtuig konden ook de eerste echte vluchten gemaakt worden. Zoals ik in het begin al beschreef, nam Heath daarna in 1912 het vliegtuigbedrijf Bates Aeroplane over om dat onder eigen naam voor te zetten. Dat was aanvankelijk Heath Aerial Vehicle en later werd het omgedoopt naar Heath Airplane Company. In dit stadium was er dus nog niets te melden over amateurapparatuur. Heath produceerde vervolgens na het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 1918 vliegtuigen als de Heath Feather en de Heath Favorite, en later vanaf 1926 de Heath Parasol, een eenzitter waarvan er nog enkele exemplaren bestaan. Opmerkelijk detail, de Parasol is een vliegtuig voor zelfbouwers en werd als bouwpakket geleverd. Eind jaren 30 kostte het bouwpakket voor een Parasol 975 toenmalige dollars. In totaal verkocht Heath van de Parasol krap 1000 bouwpakketten en zo'n 50 kant-en-klare vliegtuigen. De kits werden standaard op afbetaling geleverd. Tijdens de periode van de depressie werden er enkele honderden van de kits voltooid en afgebouwd en door hobbyisten gevlogen. Heath wordt nog steeds gezien als een van de belangrijkste grondleggers van de bouwpakketten voor vliegtuigen die je ook echt kunt vliegen. De Parasol bestond uit een stalen frame met houten ribben en met stof bespannen. De motor was een exemplaar voor motorfietsen van 25 pk van de Henderson Motorfabriek. Edward Heath overleed 42 jaar oud in 1931 op 1 februari in Illinois toen hij verongelukte bij een testvlucht met een nieuw experimenteel laagdekker vliegtuig. Hij maakte de overschakeling van zijn bedrijf van vliegtuigen naar elektronica dus niet mee. John, kun je misschien even pauzeren? Waarom dat? Nou, ik wil even Rob PA5ROB en zijn kids de groeten doen. Nou, vooruit dan maar. Rob de groeten. Nee, die ken ik niet.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.